Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij ons kanon, of onze boot die we gaan bouwen. En vorige keer hebben we dit geweldige kanon gebouwd. Ik ga hem even aanzetten. Daar komt-ie, hoop die werkt. Hopelijk werkt-ie? Doe nog een keer de hendel overhalen. Heb je iets gemist? Kijk, ik moet nog één keer overhalen. Ja, ik hoor hem. Kijk, hebben we dit kanon gebouwd? Hier zijn 3 strepen. Boom, boom, boom. Ik moet zeggen, hij is best wel vet gelukt. Mhm. Maar goed, dit is een... een best wel groot ding geworden. En we zijn er eigenlijk niet heel tevreden over hoe die eruit ziet. Ik kan hem wel gaan proberen weg te werken meer. Als je hem... als jij hem mooi zou willen maken, graag. Dan ga ik wel hier met dit verder. Trouwens, zullen we onze boot van normale klei maken of niet? Hey. Zullen we dat doen? Aan de ene kant ziet het er ook wel weer leuk uit, aan de andere kant ook weer een beetje raar. Nee, ik denk dat we het trouwens niet moeten doen. Ik vind het ziet er minder marineachtig uit. Ik bedoel, we zorgen nog wel voor wat variatie dan gewoon in de kanonnen en zo. En in de helikopterdekken en maken we wel gewoon hekjes van een kleurtje en zo. Maar ik vind, volgens mij, als we het anders doen, dan ziet het er heel raar uit. Dan zou ik kunnen doen, dus hier zo voor een punt of zo, Bram. Van die kleur. Dat ziet er misschien wel weer grappig uit. Hoe bedoel je? Nou, kijk maar wat ik daarvoor heb gedaan, die punt. Die bedoel ik. Waar? Copy. Paste. Zie je hem niet? Voor het kanon. Oh. Dat. Ja, die. Dat dacht ik even iets anders had. Ik dacht dat je echt het punt van de boot had, weet je wel. Wat ga jij trouwens doen? Ga je hem lager doen? Kijk hoe het werkt. Oké. Dan ga ik vast aan de stuurcabine verder. Maar dat wordt wel vervelend met de redstone. Wat bedoel je? Oh ja, dat hele redstone parcours daar binnen aanleggen. Ja, dat gaat wat moeilijker worden. Maar ja, hopelijk wordt het dan wel mooi. We zullen het zien. We zullen het inderdaad zien. Ik ben wel benieuwd hoe die er uiteindelijk uit gaat zien. Ik ben lui, dus dit is een beta. Een? Nou, ik ga het niet helemaal in één keer goed doen. Een beta-kanon. Ja. Nou, wat ik bedoel? Ja. Kun je even hier komen? Bram? Naar mij toe? TP's naar mij? Ik zie je. Hier, wat is mooier? 1 zo'n rand hier? 1 zo'n richel? Of zouden 2 richels mooier zijn en dat je er dan op kunt lopen? Ietsje lager natuurlijk. Ik zou eentje doen. Ja, maar als je er 2 doet, dan kun je daar ook hekjes op maken en dan kun je erop lopen. Het lukt niet, hè? Ja, nu wel. Mm. Dat zou misschien ook wel weer mooi kunnen zijn, dat je zeg maar erop kunt lopen. Dat zou ik misschien pas hoger doen als je hem meer hebt af laten lopen. Wat? Maar als je het wil, doe je het gewoon. Hoe bedoel je, Bram? Nou, kijk, hè. Je hebt nu toch gewoon zo, als je nu gewoon 1 doet. Laat maar, je hebt het toch gedaan. Nou, ik doe maar gewoon wat en dan zien we wel hoe het wordt, oké? Is goed. Zal ik gewoon iron bars langs de rand zetten? Doe je? Als hacker langs de rand. Goed. Gewoon proberen, dan zien we vanzelf hoe het eruit ziet. Oké, we kunnen dat weghalen. Daarom. Oh, nou ga ik jouw redstone creatie proberen na te bouwen. Nee, ik denk toch dat deze eentje verder naar boven moet. Move one up. / move one up. Kan je niet gewoon normale redstone dingen bouwen? Oh nee, / move. Ja, maar we hadden heel weinig ruimte. Weet je wat je ook kunt doen? Gewoon move. Het selecteren met world edit en move. Wist je nog toen ik world edit ging doen?
Oké, okay, doe dat maar niet. Toen was je niet blij. doe maar niet, nee. Bij nader inzien, laat het maar zo en zit er alsjeblieft niet aan. Of, nee, zo lijkt het wel weer aan de andere kant weer een of ander mastschip. Oh. Ja, met dat tweede laag, zeg maar. Wacht, ik probeer eens weg te halen. Oké, dit kan nog wel. Ja, dit kan nog. Oké, ik heb gevonden hoe ik het ga doen. Mooi. Mooi, hè? Best wel. Nou, of het mooi wordt, dat weet ik niet. Maar ik heb in elk geval gevonden hoe ik het wil gaan doen. Tobias, ik heb alleen één probleempje als ik dit ga doen. Moet je maar even kijken. Wat is je probleem? Ga maar even kijken. Vertel. De kogel. Ja, natuurlijk. Wacht, het gaat gewoon zo werken, denk ik. Denk je? Ja. Ja, ja, en anders moet je hem terugbouwen. Hard gezegd. We gaan er gewoon vanuit dat het werkt. Toch? Nee, meneer mag dit komen. Uw virusdefinities zijn automatisch bijgewerkt. Oké. Okay. Goed genoeg. Kruisje. Er kwam ineens een melding naar boven. Uw virusdefinities zijn bijgewerkt. Tobias, okay. Kijk eens. Ik ga het testen. Ja, test eens. Moet je geen kogels? Ik bedoel lading. Bram? Ik ben hier, hè. Waar? Ik wil het veilig testen. Oh ja, test het maar even. Zeg het maar als je klaar hebt. Ik wil het ook wel zien. Anders heb ik wel een idee. Ja, maar okay, moet je het gewoon weer naar boven brengen, hè? Nee, is nog wel ergens te doen. Klaar, kom maar kijken. Ja, schiet maar. Hij valt op de rand, hè? Ja, kijk hoe die schiet. Doe nog eens. Ik steek deze hier wel aan. Oh shit. Werkt, mooi zo. Nee, wacht, ik wil nog vaker testen. Ik bedoel niet dat we dadelijk een krater in het schip hebben. Zet hem eens uit. Als we deze nou eentje korter maken. Eén keer maar overhalen, ja. En nog eentje korter. Hoe ver kunnen we gaan? Nou, zover dus. Twee moeten er minimaal tussen zitten. En als je nou gewoon zo doet, kijk hè. Hoe wou je dat maken? Hm? Hoe wou je dat maken? Is wel ergens te doen. Trouwens, misschien ziet dit er ook wel leuk uit. De middelste langer dan de andere. What do you think? Huh? What do you think? I think let's blow it up. What do you think? I think blow up. / set stained clay. Dubbele punt, was het 9? Ja, het was 9. Ik heb echt geen idee hoe deze boot er echt uitziet, dus ja. Verwacht er niet te veel van, mensen. Nou, ik kan je vertellen. Zo niet, of... Wat? Zo niet, of wat wou je vertellen? We hebben wel eens mooiere boten gezien, maar deze kanon, door dit kanon wordt deze boot fantastisch. Ja, het kanon maakt de boot, hè? Mm-hmm. Je weet wat ze zeggen, de kleren maken de man en het kanon maakt de boot. Het gaat niet om uiterlijk, het gaat om innerlijk. Het gaat niet om uiterlijk, het gaat om kracht. Klopt. Ons kanon lijkt van buiten heel slecht, maar van binnen is het een beest. Van binnen is het een beest. Van buiten lijkt hij nog een
inderdaad enorm slecht. Van buiten is het gewoon een walrus. Ja, van buiten is het iets heel raars, ja. Het is wel een rare bult op een boot. Zo zou ik hem beschrijven, een bult op een boot. Serieus, we moeten jou een lesje redstone geven. Easy redstone, niet dit... Het moest toch passen? Niet deze alien taal. Het moest toch passen? Ik ja, dacht dat maar... we iets moesten hebben dat paste. Ik dacht dat ik het moest begrijpen. Daar weet ik niks van. Als er redstone toortjes inkomen, dan snap ik het al gelijk niet meer. Die kunnen uit en aan. Ja, maar dat werkt ingewikkeld. Dan moet je gaan rekenen en tellen. Dan... Rekenen en tellen, het is gewoon of uit of aan. Nou. Ja, maar dan moet je kijken waar die uit is en waar die aan is. En dan ben ik de tel kwijt. Als je niet snapt, moet je het even zeggen. Dan kom ik wel even die kant op. Volgens mij moet ik hier een TNT plaatsen. Hoezo? Shit, nee, ga. Nee. Kaboom, boom, boom, boom. Werkt hoor. Snap je het nog? Wat? Snap je het nog? Ja, kijk, dat zie je toch. Mooi, succes. Dan kan ik jou weer even met rust laten. Ziet er redstonig uit, hè? Heel redstonig. Mooi. Waarvan maken we ons controlecentrum? Onze... weet het? Onze... Hoe noemen ze dat? De brug. De brug. Brug. Waarvan maken we onze brug? Heb je dat trouwens nooit in films gezien? Want jij wist laatst niet wat een brug was. Zeg ja, altijd, to the bridge. Ik wist het nooit zeker of dat de brug was. Nou, dit hier is de brug. Bla bla bla, naar de bridge, fast. Anders ontploft alles. Ja, het ontploft toch. Omdat we lullig zijn. Mensen gaan toch wat dood. Links. Wow. Oké, die moet ik ook opvullen. Met steenklei 9. Wat vind je van de brug? Ziet het er een beetje uit, onze brug? TP is bruin. Oh, ik heb het getypt. Tot nu toe dan, hè? Nog een keer typen. Ik vind, weet je wat ik denk? Dat die te lelijk is. Er kan nog wel een etage tussen. Nog een etage ertussen? Ja, voor mij mag die wel groot worden en hoog. Kan in principe wel. En dan doen we op die etage meer kanonnen. Bijvoorbeeld. Oké, dan maak ik dit niet de brug. En dan doen we ons de bovenste etage, maken we dan zeg maar kleiner. En dan kunnen we nog een helikopterdek bouwen. Nog één. We kunnen ook de brug hier maken. Waar? Kijk eens. Waar ben je? Ja, iets naar achter. En dan doen we hem in het midden. En achter de brug maken we dan nog iets leuks. En dan dat is een heel raam dat je kan rondkijken in de brug. Ja, dat gaat er komen. En dan maken we daar een soort schiettrainingsbaan of zo. Klinkt goed. En al die maar al die redstone moet dan wel door naar de brug. Dus dan zet ik dit hier af. En dan gaat hier het dak eruit. En daar komen dan allemaal redstone signalen doorheen. Die doorgaan naar de brug. En dan heb je op de brug een heel schakelpaneel. En daar kun je dan alles, alle kanonnen op de boot besturen. Klinkt gaaf, toch? Ja, klinkt ook ingewikkeld trouwens. Klinkt inderdaad heel ingewikkeld, maar goed. Oké, dan moet deze deur eruit. Dat doe ik later wel. Ik ga eerst dit doen. Tobias, nou snap ik het niet meer. Wel. Oh, ja. Ik sluit hem wel aan. Laat mij hem alsjeblieft wel even controleren voor hem aansteekt. Nee, juist niet. Je moet me vertrouwen. Ja, maar dat is dus het probleem. Dat, ja... Ik vind je een hartstikke aardige kerel, maar... Echt? Echt waar? Oh! Alsof je het bijna zou geloven. Ja.
maken we hier het recht. Oh, Bram den Tonkelaar left the game. Dat is nooit een goed teken. Dat betekent dat het weer tijd is om af te sluiten namelijk. En dat is ook geen goed teken. Maar goed, dan was dit het voor vandaag. Volgende keer gaan we dit omhoog bouwen. Nee, trouwens. Dat gaan we niet doen. We gaan dit hier slopen. En dan gaan we dat naar achter doen. En dan heb je hier zeg maar nog zo'n loopstuk. Dit loopstuk gaat dan verder die kant op. Dit haal ik weg hier. En dan wordt dit hier ook een loopstuk. En dan komt hier de muurpas. En dan gaat dat naar boven. En dan komt daar de brug. Ik zal even kijken hoe ver ik hem naar boven kan doen. Ik zal hem even een beetje doorleggen. Oké. Nou, die hebben we 3 hoog. We deden ook 3 hoog. En laten we hem ietsje naar achter lopen. Dan doen we er eentje aan de zijkant langs, zo. Ik probeer maar wat, hè. Als jullie trouwens nog tips hebben of iets over hoe we de boot mooi kunnen maken, laat het achter bij de reacties. Daar hebben we heel veel aan. Wij zijn natuurlijk ook maar wat aan het proberen. Dus als het er niet uitziet, daaraan ligt het. Hey, wij doen ook maar wat. Maar als je tips hebt, die tips zijn altijd welkom. Maar wat voor tip het is, dat het een tip is om de boot er mooi uit te laten zien is. Of het is een tip die hiervoor, tip daarvoor. Lekker laten weten. En deze gevuld? Nee, ze zijn niet gevuld. Mooi, dan test ik hem heel even. Ik hoop echt dat er niks fout gaat, anders hebben we een groot probleem. Dan gaat die uit. Dan gaat die aan en dan kaboom. Dus ik level weer overhaal. Dan die uit moeten gaan en dan gaat die ook uit. Top, dat werkt. Gaat die best wel ver. Maar ik weet niet of jullie een beetje kunnen volgen wat ik aan het doen ben. Hier is zeg maar het dak of de vloer van het grote mensen ding. De brug heette het. De stuurhut, hoe je het wilt noemen. Kan ook. En dan heb je hier een... iets hier. Hier zo'n ronde vorm. Oh, niet te ver. Eentje minder. Dan heb ik hem hier 3 ervan af. Ik ben even alles aan het uitmeten hoor. Moet ietsje ronder worden. Dat lijkt mij een redelijke brug. Zo. Nou, lijkt mij redelijk. Het ziet er nog niet echt mooi uit. Maar goed. We gaan niet voor de beauty award. We gaan voor pure kracht. Destructie en... ja, eigenlijk alles wat we kunnen bedenken. Dat hart ontploft. Zolang het maar ontploft is alles goed. Hier eentje onder. Zo. Eigenlijk zou ik al lang moeten stoppen, joh. Ik vind het veel te leuk. Ik vind het zelf ook helemaal leuk, deze boot bouwen. Dan is die aan. En dan zou die ook aan moeten gaan. Dus aan is aan. Oké, dan hebben we het begin gebouwd van onze... ja, vitrine. Wat is het? Ons commando platform. Dat is het, denk ik. Dat is een goede naam daarvoor. Ons bureau, misschien. Ik zal even laten zien voor degenen die het niet snappen hoe het moet. Raampje, 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 raampje. Kijk, hier komen dan zeg maar ramen. Zo. En hier komen allemaal levers. Hier, 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 hier. Proberen we allemaal levers te maken. En die zitten allemaal verbonden met een apart stuk. En als het goed is, kun je elke lever bedient een kanon.
Dus deze lever bedient dan bijvoorbeeld het voorkanon. Maar wie weet komt er hier zo een lever en die bedient dan kanonnen die naar de zijkant schieten. Of komt er weer eens anders een lever die een andere functie heeft. Dat is een beetje de bedoeling van onze stuurhut. Ik weet niet hoeveel je echt kunt zien als je erin zit. Die moet trouwens lager. Anders werkt die natuurlijk niet. Kijk, dan kun je hier zo. Dan kun je de boot besturen. Nou ja, ietsje naar achter dan. Hier zo. Dan heb je een heel groot platform. Met knoppen en hendels en zo. Die doen allemaal wat. Zo. Niet te groot. En dit ding bedient bijvoorbeeld het voorkanon. En dan gaat die af. Als je hem nu overhaalt. Zou die dadelijk aan moeten gaan. Ja. En dan heb je een explosie voor je. Gebruik op eigen risico natuurlijk. Ik vind het wel moeilijk hoe dit mooi... Als jullie even een idee achter kunnen laten hoe ik de voorkant mooi kan maken. Dan kan ik daar de volgende keer wat mee. Dan zou ik nu zeggen, bedankt voor het kijken allemaal en hopelijk tot de volgende keer.